Hoş geldiniz Johan Cruyff Arena'ya. Simultan şu anda tercüme yapılacak ve her şeyi Hollandaca konuşup o şişeyi oradan kaldıramıyoruz. Ne yazık ki büyük futbolcular yapıyor, onu biz çıkartamıyoruz. Am I allowed to... they're complaining. I'll leave that up to UEFA, I'm sorry. Erik ten Hag is aangeschoven en Daley Blind om jullie vraag te beantwoorden met betrekking tot de wedstrijd van morgen wat ons betreft. En ik kijk even, Joep, ja. Vind je het fijn om te beginnen? Ja, ik kan Daley zien. Dus dan kijk ik in de tussentijd of ik een flesje mag verplaatsen. Nou, die flesjes werden net geplaatst, precies op het moment dat jullie binnenkwamen. Ja. Dat is... Oké, ik ga het heel voorzichtig. Maar ga jij maar beginnen, ga ik die flesje... Nou, Daley, vertelde, dit wordt jouw 50ste Champions League wedstrijd. Is zoiets dan nog speciaal? Nou ja, Champions League spelen is altijd speciaal, denk ik. Zeker als je het veld opkomt en dat deuntje hoort, wanneer je in de line-up staat. En daarnaast kijken we zeker uit naar de ambiance in de arena, die we hebben gemist, zeker bij Europese avonden. Vertel eens over de vorm die zo goed is. Je bent weer een aantal jaar terug bij Ajax. Kun je het huidige Ajax toch een beetje naast het Ajax van een paar jaar geleden leggen? Bijvoorbeeld toen je halve finale haalde. Het lijkt zo goed te gaan. Ja, dat is lastig om die vergelijking neer te leggen. Zijn nu een ander elftal, zijn heel veel jongens vertrokken. Maar ik denk dat we op het moment op de goede weg zijn. Maar ja, je moet groeien in zo'n toernooi. En ik denk dat we het per wedstrijd gewoon moeten bekijken, zoals we het eigenlijk elke wedstrijd doen. Zorgen dat we elke wedstrijd het beste uit onszelf halen, onszelf uitdagen daarin. En ja, elke wedstrijd het meest van onszelf eisen. En zo kan je tot grote hoogtes komen. En dat is ook de enige manier, denk ik, voor ons. Ja, de coach zegt altijd de lat moet hoger, steeds. Kan die nog hoger? Ja, dat uiteindelijk wel. We kunnen altijd beter. De trainer geeft het inderdaad altijd goed aan. En ja, we moeten altijd hard blijven werken op de trainingen en dat tot uiting laten komen in de wedstrijden. En ja, zo kan je elkaar blijven versterken en beter worden. Laatste vraag. De grootste tegenstander op dit moment misschien ben je zelf, hoorde ik jou zeggen. Klopt dat? En kun je dat toelichten? Dat vind ik wel iets wat wij altijd, denk ik, moeten uitstralen. Ik denk dat als wij goed zijn... Dan kunnen we het iedereen heel lastig maken en dan zijn we heel moeilijk te verslaan. En ja, daarom ligt het aan onszelf om ons goede spel op de mat te leggen. En ja, wij zijn daarin onszelf de grootste tegenstander, denk ik. En ja, daarin moeten we eisen van onszelf dat we elke wedstrijd 100% leveren. Trainer mee eens, hè, met de woorden van uw routinier. Perfect. Ja. Het is wel de zwakke broeder in de groep, hè, Besiktas, toch? Champions League zijn geen makkelijke wedstrijden, Joep. Ze missen het halve elftal. Ja, maar ik heb even naar die selectie gekeken. Die is heel erg groot. En ja, ze hebben wat blessures, dat klopt. Maar ik zie ook, ze hebben vol vertrouwen. Maar dat zijn wij ook. Maar we kunnen zeker dingen opvangen. Klaassen fit? Ja. Is die ook wedstrijdfit, topfit, om gewoon te starten? Nou, hij is een paar weken uit geweest, maar niet zo lang dat alarmerend is. En bij het Nederlands elftal heeft hij nog 3 wedstrijden in 1 week gespeeld. En dat is nu een week of 3 geleden. Dat is niet allemaal weg, dus ik denk zeker dat hij kan starten. Is dat voor ons, van de buitenkant, dat de trainer een keuze moet gaan maken tussen bijvoorbeeld Klaassen en Berghuis morgen? Ja, uiteindelijk zullen we wel keuzes moeten maken, dat klopt. Ben je er goed in, kiezen? Ja, daar ben ik wel vrij goed in, ja. Dank je wel. Gaan we één rij naar achter naar ESPN. Hey, goedemiddag, Daley. Voor jou als eerste de vraag. Je had het over, we zijn de tegenstander, zelf de grootste tegenstander. Als je dan in die wedstrijd zit, waar zit hem dat in? Waar merk je aan dat je dan op een gegeven moment tegen jezelf aan het voetballen bent of zo? Niet zozeer tegen jezelf, maar het gaat om de energie, de dingen die je in de wedstrijd legt om bepaalde kansen wel te kunnen creëren. Het baltempo hoog te houden. Eigenlijk het stuk spelen van een tegenstander. Het geduld daarin opbrengen. Eigenlijk alle facetten van het spel waarin wij vinden dat we dat goed en op een bepaalde manier moeten uitvoeren. Om dat ook daadwerkelijk te doen.
En ja, ik denk dat, ja, wat ik zeg, als wij dat goed doen, dan zijn we moeilijk te verslaan. Ja, het wordt net benoemd, het wordt je 50ste wedstrijd. Het gaat ook wel vaak over de drukte van het speelschema. Door de jaren heen, ervaar jij het nu als drukker? Of is het misschien hetzelfde en letten wij er meer op? Is het veranderd? Kun je daar wat over zeggen? Het speelschema is wel drukker. Ja, zelf is het wel prettig, vind ik, om, ja, om meerdere wedstrijden te spelen in een week. Het is wel, ja, vooral op, met de landenteams, wat vooral drukker is geworden, ook met meer wedstrijden. Dus daar heb je minder rust in. Maar ja, het is voor mij, ik vind het lekkerder om door de weekse wedstrijd te spelen dan een hele week te moeten trainen en te wachten op zondag. Daarop inhaken de trainer. Het gaat heel vaak over de spelers. Het is zwaar voor ze fysiek. Hoe is het voor een trainer als er zoveel wedstrijden worden gespeeld? Fysiek zal het niet heel zwaar voor je zijn, maar misschien wel andere soort voorbereidingen, andere trainingen. Dat is zo. En ja, daar moet je je modus in vinden. En hoe je daarop voorbereidt. Want ja, je moet om de 3 dagen moet je leveren. Het team moet leveren. Maar uiteindelijk moet de staf en dus ook de trainer ook leveren. En je moet wat voorbereiden. En dat doe je minutieus, iedere wedstrijd weer. Want ja, dat zullen we ook iedere wedstrijd moeten doen. Want ze zullen ons 100% uitdagen. En wat dat betreft, de vijand die slaapt nooit. Dus zo moeten de spelers het aangaan. Maar zeker ook de trainer. Je geeft ook aan, het kan altijd beter. We zitten nog lang niet op 100%. Maar als je maar zo weinig trainingsdagen hebt eigenlijk, waar kun je dan de uren maken om echt veel beter te worden? Nou, het fundament hebben we gelegd in de voorbereiding. En in die eerste weken van de competitie ook, toen we wel veel konden trainen. Maar nu gebruik je de wedstrijden om te verbeteren. En dan haal je de momenten eruit waar je het team, ook het individu op kunt coachen. Voor allebei nog dezelfde vraag eigenlijk. Deed die voor jou misschien als eerste. De trainer gaf ook aan, in het begin was het slecht, tenminste werd geroepen. Nu is het allemaal Hosanna. Is er voor jouw gevoel een ommekeer geweest? Of was het allemaal niet zo slecht en is het allemaal nu nog niet zo goed? Ja, ik denk dat we dat toen onszelf niet hebben laten aanpraten. Wat de buitenwereld er vooral van vond. Wij hebben altijd gedaan waar we in geloofden. En zijn daar stoïcijns mee doorgegaan met de trainingsarbeid die we erin stoppen. En wij zijn nooit in paniek geraakt over een bepaalde vorm die we zogenaamd gehad zouden hebben. Dus ik denk dat wij uiteindelijk, ja, de goede weg hebben ingezet. En ik denk dat we een goede vorm te pakken hebben. Trainer, nog wat aan toe te voegen? Nee, maar ik denk dat het normaal is. Hè, dat je, het gaat nooit van het begin af van het seizoen hè, dat je in topvorm bent. En dat zijn we nu ook nog niet. Hè, want de grote uitdagingen die moeten nog komen. En als je de grotere wedstrijden krijgt, hè, dan gaat de ploeg, als het goed is, gaat dan ook groeien. En nou, dat proces, daar hebben we heel veel vertrouwen in dat de goede kant op gaat. Blijven nog even aan deze kant, Mike. Dankjewel. Daley, goedemiddag. Hoe verklaar jij het grote verschil Europees tussen jullie uitwedstrijden en jullie thuiswedstrijden? Uit bijna onverslaanbaar, thuis 4 van de laatste 9 wedstrijden verloren. Ja, geen idee. Vertel mij het maar. Ik denk dat wij uit en thuis hetzelfde niveau op de mat moeten brengen. Dus ik weet niet precies waar dat dan zou moeten liggen. Heb jij daar een verklaring voor, Erik? Of? Ja, zeker wel. Ik denk dat een tegenstander die zal thuis, dus voor ons uit, toch wat opener spelen. Waardoor er voor ons meer ruimte zijn. En ja, thuis zijn wij misschien af en toe wat te ongeduldig. En moeten we ons ook realiseren dat ja, een gelijkspel is ook een goed resultaat. En ja, dan blijven wij nog wel eens jagen. Hè, en zeker ook gedragen door die geweldige ambiance in de arena op de winst. En dan krijgen we wel eens een deksel op het neus. En daar moeten we zeker voor waken. Ja. Daley zit naast je. Die heeft minimaal 24 wedstrijden meer gespeeld in de Champions League dan al zijn ploeggenoten. Kun jij een keer het belang aangeven van die ervaring in de Champions League? Ja, dat geeft al aan de kwaliteit. Waarom heeft hij zoveel wedstrijden gespeeld? Omdat hij dus die kwaliteit levert. En ja, ik denk met name voor onze ploeg het gochme wat hij heeft. En ook de rust en het geloof. En dat kan hij overbrengen op zijn medespelers. En dat is van grote waarde voor een ploeg. Ja. Je had het net al, of Joep had het net over de keuze tussen Klaassen en Berghuis. Sinds de interlandbreek heb je tegen PEC Zwolle, Cambuur, Fortuna, Groningen en tussendoor nog tegen Sporting gespeeld. 24 voor, 1 tegen. Kun je met goed fatsoen om Berghuis heen, vind je, of niet?
Dat zou wel kunnen, ja. Ik kan om iedereen heen. En je kiest dat team waarmee je de meeste kans hebt om te winnen. En daar gaat het om. En dat moet bovenaan staan. En het team is altijd belangrijker dan het individu. Dankjewel. Floris nog? Gewoon zo die kant op. Hi Daley, hoe kijk jij naar de ontwikkeling van Jurriën Timmer? En dan vooral de rust die hij op zijn leeftijd al uitstraalt, ook in Lissabon. Verbaast dat je nog? Nee, ik ben niet verbaasd. Ik vind het wel knap wat hij op de mat legt. Sinds hij eigenlijk is aangesloten bij het eerste elftal, heeft hij een stijgende lijn te pakken. En ontwikkelt hij zich ontzettend goed. En heeft hij inderdaad heel veel rust aan de bal. Is sterk, verdedigend opzicht. Dus ik hoop dat hij deze lijn kan doortrekken en zo stoïcijns blijft. Herken jij iets van jezelf op die leeftijd al of zat jij er toen heel anders in? Nee, ik had wat meer ups en downs op die leeftijd. Ja. Hij is wat steadier dan ik. Ik heb nog wel een paar dipjes gehad. Ja. Ben jij veel met die jonge jongens bezig? Ik denk dat het een natuurlijk proces is. Je praat veel met de jonge jongens op het veld. Er stromen elk jaar weer nieuwe jongens bij in. En daarbij probeer je gewoon een rol te spelen op bepaalde momenten voor de jongens. En ze te helpen waar nodig. Dus je probeert wel de jonge jongens te helpen. Dankjewel. Yes, dan gaan we met de microfoon naar de andere kant. En dat wordt in het Turks, denk ik dus. Ga maar bij die meneer met die witte blouse op de achterste, 1-8ste rij. Ja. Maar first him and then you. Ja. Maar witte blouse achterste rij, sorry. Ja. Ook wit. Ertan Süzgün Beyaz TV. Ben Bilint'e sormak istiyorum. Beşiktaş çok şanssız bir dönemden geçiyor. Vida olsun, Pjanic olsun, Montero'su, Enkudu'su, Larin'i. Çoğu futbolcu sakat ve buraya getirilmedi. Futbolcular arasında kendi aranızda siz bu durumu konuşabildiniz mi? Çünkü çok sakat oyuncuların olması taraftarlarda da biraz tedirginlik de yaratıyor. Siz nasıl hazırlandınız bu karşılaşmaya? Daar komt hij. Nee, die meneer was nog niet aan het vertalen. Kunt u de vraag vertalen? Zoals Vida, Danic, Motoric. Deze spelers die zijn ook niet meegekomen. Wat denken jullie als team daarover? Was het voor Daley of niet? Voor Daley Blind of voor de trainer? Ik was bezig met het dingetje. Ik heb niet, als ik heb het gehoord. Voor wie? Sorry, kunt u hem nog één keer halen alsjeblieft? Wij vinden er eigenlijk niet zoveel van. Besiktas heeft een grote selectie, zoals de trainer net al aangaf. Wij onderschatten de tegenstander zeker niet, omdat ze enkele blessures hebben. Ja, die meneer daarvoor. Tuna Akdemir, TRT Spor. Başarılar dilerim. Ben hocaya sormak istiyorum. Şu anda 11 eksiği var Beşiktaş'ın ama eminim ki bir analiz yapmıştır Beşiktaş'la alakalı hoca. Yaptığında ortaya ne çıktı? Şu anda Beşiktaş'ın oyun planını nasıl yorumlar? Beşiktaş takımının oynadığı futbolu nasıl anlatır? Beşiktaş heeft op dit moment 11 spelers die niet zullen meespelen. Wat denken jullie over de spel van Beşiktaş? Heeft u daar een analyse over gedaan? Vraag aan Erik. Ja, uiteraard. En zoals al meer gezegd, dus ze hebben een grote selectie. Maar je ziet wel een duidelijk patroon terugkeren. Dat het technisch allemaal uitstekende spelers zijn. Die ook heel robuust kunnen voetballen met heel veel passie. Ja, die meneer daar in de hoek. Ajanspor Kartal Yiğit, İstanbul. Benim sorum sayın teknik direktöre, eğer Beşiktaş bugün bu kadar sakatlarla gelmeseydi Hollanda'ya,
en çekindiği, dikkat edeceği bir isim var mı hocanın kafasında? Ik heb mijn vraag aan de coach. Stel voor dat Beşiktaş niet met zoveel geblesseerde voetballers naar Nederland zou komen. Welke voetballer was de gevaarlijkste ten opzichte van u? Welke speler was de gevaarlijkste? Als iedereen fit was. Denk. Als iedereen fit was. Nou, ik denk dat die speler morgen op het veld staat. Dat is de spits. Batshuayi. Ja. Dan gaan we door, Freek. Het is hem. Deel je 50 wedstrijden Champions League. Wat was jouw mooiste en waarom? Ja, dat is lastig. Maar dan ga ik toch wel terug naar onze eerste Champions League campagne. Ik denk de wedstrijd tegen Madrid uit. Dat was toch wel een hele mooie. Okay. Erik, voor jou nog een vraag wat breder het Nederlands voetbal. Het krabbelt weer op. Hè? Er wordt deze week weer gejaagd op punten. 5 clubs in Europa. Portugal-Frankrijk in het vizier. Hoe kijk jij het breder? Wat doen we nu als Nederlands voetbal beduidend beter dan pakweg 5-6 jaar geleden? Ik denk dat wij... er is realisme gekomen. En in die zin dat we het ook serieus nemen. Er was een tijd dat een aantal Nederlandse clubs, ook een aantal coaches, het niet zo serieus namen. Zeker ook in de zomer. Dat we in de voorbereiding dat we ons niet goed hebben voorbereid op een aantal voorrondes. Ook naïef tegenstanders tegemoet traden. En in Europa is geen enkele wedstrijd makkelijk. Ook niet tegen kleine tegenstanders. Dat is, het is altijd weer een vraag. Omdat je de tegenstander niet heel goed kent. Je moet je daarin verdiepen. En zoals ik al eerder ook heb betoogd, dat moet je altijd heel grondig doen. En in die fase deden we dat niet. Nou, en verder denk ik dat er toch ook een aantal jonge coaches aankomen. Die de internationale wetten beter begrijpen. En daardoor zijn we ook wat succesvoller. Noem bijvoorbeeld Arne Slot, noem Pascal Jansen, maar dat is dan de buitenlandse coach. Ik denk, dat is in het Nederlands voetbal de intrede gedaan, Letch en Schmid. En dat heeft denk ik het realisme goed gedaan. Ja, dankjewel. Zijn er nog andere vraagstellers voor Erik of Deli Jochem? Ja, Erik, verandert er iets voor je team als Berghuis of Klaassen de nummer 10 positie inneemt? En zo ja, wat is het verschil? Nou, ze brengen... kijk, de principes die veranderen niet. Alleen, het zijn natuurlijk... ze brengen andere kwaliteiten mee. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik ben er wat voorzichtig in. Hè, want, je wilt niet te veel prijsgeven. Nou, niet zozeer prijsgeven, want om iemand in een vakje te duwen. Maar laat het zo zeggen, de hele grote kwaliteit van Davy is dat hij een ontzettend gevoel heeft voor ruimtes om die te belopen. Hè, een hele goede timing daarin. En hij heeft een fantastische omschakeling. Hè, defensief. En Steven heeft ook goede positiekeuzes. En hij heeft het overzicht en ook de techniek om de laatste bal te geven. Maar ik moet zeggen, hij heeft mij verbaasd. En ook in de progressie die hij boekt. Ook in het belopen en in de timing om ook ruimtes te bespelen. En in de samenwerking daar met de spits. En zeker ook in de omschakeling. Want dat doet hij eigenlijk ook hartstikke goed. De defensieve omschakeling. En op die positie is dat voor ons ongelooflijk belangrijk. Dat op een hele efficiënte en dus op een hele goede manier gebeurt. Want anders worden we kwetsbaar. Dankjewel. Willem, nog een uitsmijter of Dick of Johan? Even kijken. Ja, Willem. Dan gaan we zo richting toekomst. Ja, misschien voor allebei een vraag. Hier en daar in praatprogramma's en zo worden jullie ook al als een soort van finalist voorgesteld.
Is dat niet wel een beetje hard van stapel lopen? En, of is dat, als je ook gewoon kijkt naar Europa, jullie zijn eigenlijk een van de weinige topteams die nog eigenlijk vrijwel niks hebben laten liggen. Je ziet toch hier en daar wel wat. Hoe zie je dat zelf? Waar jullie staan een beetje nu? Opportunisme, Willem. Dat voor een week of vier geleden in Enschede, naar de Johan Cruijffschaal. Toen konden we er niks van. En nu gaan we voor de Champions League finale. Dus daar zit nog heel veel tussen. En ja, in Nederland zijn we op dit moment heel goed in het optuigen van allemaal meningetjes. In allerlei programma's en op internetsites en weet ik allemaal wat. Maar ja, daar moet ook wel een beetje realistische analyses van komen. En ja, dat ontbreekt wel eens. Dit is zuiver opportunisme. Lach je ermee? Vind je het vervelend? Nee, ik vind het niet vervelend. Dat niet. Hè? Maar ik kan er wel met een glimlach naar kijken. Beide kanten, als het beide kanten op gaat. Een daily? Ik kan het niet beter verwoorden. Oké, dankjewel. Dan was het denk ik, kijk nog even naar jullie, denk je al, nee? Wel of niet? Snel dan. Maarten is er niet bij. Erik Maarten ontbreekt nog steeds. Maarten is er niet bij. Zit nog in revalidatie. Andere twijfelgevallen? Nee, we hebben geen twijfelgevallen. Behalve dus langdurig. Sjaan. Ja, dankjewel. Ja, dan laten we het hierbij. Om 4:00 is de training op de toekomst. Eerste kwartier te bezoeken en een waardekaart voor de parkeergarage kun je bij Sofie afhalen zometeen. Dankjewel. Dankjewel.